Goed. Nou ja, netwerken virtueel bouwen met Packetracer. Nou, Packetracer is echt een programma. Ik weet niet of jullie het al gedownload hebben, maar zal er apart misschien nog een film van maken qua demo. Maar ik heb jullie ook wat bronnen gegeven, hier practicum. Nou, waarin je niet alleen maar saaie netwerkjes kunt bouwen, dat je een switch met een paar computertjes aan elkaar kunt koppelen, maar je kunt er veel meer mee. Je ziet ook, je kunt er complete gebouwen nabouwen, complete steden, dorpen. Je kan zelfs een foto maken van een bepaalde locatie en zeggen van nou, die is handig als basis voor mail en netwerk, wat ik allemaal in beeld te brengen. Je kunt het ook helemaal simuleren op die manier. Dus op die manier heb je ook veel meer fouten bij het implementeren van het echte netwerk. Er zijn ook steeds meer dingen die ook gewoon alleen maar virtueel kunnen. Dus dat heb je niet alleen bij Docker stations, maar ook bij Cisco-apparatuur. Waarbij je gewoon virtueel helemaal kunt werken. Waarbij je ook niet helemaal fysiek alles hoeft uit te voeren. Met alle voordelen en van dien. Ook op managementniveau kun je ook heel veel geld ermee besparen. En het ook wat simpeler maken allemaal. Maar goed, Packetracer terugkomend. Zien we onderaan bijvoorbeeld een hele rij routers staan. Je kent dat symbool van net misschien nog. Met een type. Nou, als je nou denkt van, oh, bij het practicum, maar wat moet ik nou gebruiken? Ik zie nu zoveel apparatuur en ik weet het niet meer. Nou, als je helemaal de meest rechtse gebruikt, dat zijn vaak de nieuwere apparatuur, de nieuwere types, dan zit je meestal wel goed. Oudere apparatuur geeft ook niet zo. Stel dat je bij een vorige opleiding met oudere routers bezig bent geweest, of je hebt die wel gezien. Nou, de meeste oefeningen kun je daar ook wel mee uitvoeren. Maar je ziet al onderaan, kies je dus je apparatuur. Je ziet ook een bliksemschicht, dat was weer van het medium, wat je net ook al een beetje zag. Dus dan kun je kiezen wat voor soort kabels we ertussen hebben. Je hebt ook keuze uit wireless apparatuur. Je hebt ook keuze zelfs uit nou, de Internet of Things sensor. Je ziet er ook in plaats van een lamp die je kunt programmeren. Er zit ook heel veel programmeerwerk die je kunt testen in de Packetracer omgeving. Ook hele dure service. Ja, de meest moderne netwerkapparatuur kom je zelfs ook nog tegen. Die doen we niet allemaal. Hè. We moeten gewoon een keuze maken om je een beetje wegwijs erin te maken. Zonnecellen, zoals je ziet. Je kunt het allemaal zo gek niet bedenken wat je allemaal kunt combineren met elkaar. Goed, ik hoop dat dat betreft zou Packetracer alleen al is de moeite waard van deze cursus. Nou goed, het is toch wel goed om nog even bij het OSI-model stil te staan. Om toch weer even te denken van, oh ja, en het TCP/IP-modellen. Waar zijn we mee bezig? Nou, fysiek wil eigenlijk zeggen, alles wat je eigenlijk wel kunt zien en aanraken in een netwerk, behalve dan wireless. Hè. Wireless kun je wel de access point van zien, maar je kunt niet zien hoe de bitjes door de lucht heen stromen. Kun je ook niet zo gemakkelijk zien als je een kabel gaat doorsnijden, maar dan heb je wel het idee dat je een kabel aansluit en dan gaan wat ledjes branden dat je denkt, oh, dat ziet er goed uit. En als er rood blijft of oranje of doet helemaal niks, dan weet je ook van, hé, daar gaat iets mis. Daarom is dit model, het OSI-model, ook een prima troubleshooting-model. Dus als je ooit bij een bedrijf komt of je zit met een project helemaal vast, je bent thuis bezig iets te bouwen voor je klasgenoot of zelf. En je begint gewoon eens even gewoon onderaan bij de fysieke laag van heb ik alles goed verbonden? Vervolgens kunnen apparaten op een hele fundamentele manier met elkaar praten? Hebben ze een MAC-adres gekregen? Kan ik ook via het MAC-adres communiceren met een ander apparaat? Gaan we later wat meer over zeggen over MAC-adressen? Nou, vervolgens natuurlijk het internetgedeelte, wat je natuurlijk ook heel vaak gebruikt in het netwerk. Je kan natuurlijk ook een beetje isoleren zonder internet, dat je eens een klein netwerkje bouwt. Nou, dan ga je over naar transportlaag. Dat heeft te maken met allerlei poorten van een applicatie. Dus hoe komt een applicatie op het netwerk? Nou, de applicatie zelf natuurlijk kun je beoordelen van staat alles goed? Heb ik alles goed geprogrammeerd richting het netwerk? Of ben ik toch een paar dingen vergeten? Waar moet je de fout zoeken? Dus ook dat geeft je ook wel een beetje een richting. Maar goed, voor de cursus, we beginnen dus gewoon van ja, hoe worden netwerken fysiek met elkaar. Dus het is de fysieke laag en de datalinklaag, hè, wat je net ook al zag. Dus de datalinklaag en de fysieke laag.
Die kunnen dus ook met elkaar communiceren. Fysieke laag werken vaak gewoon letterlijk met 1 en 0, maar ook gewoon met analoge signalen. En een analoog signaal is een signaal wat natuurlijk heel gevarieerd verandert in de tijd. Dat is een golf bijvoorbeeld. Wireless golven, dat zijn eigenlijk radiogolven. En die sturen eigenlijk digitale codes naar elkaar toe. Dus het ene apparaat is zender, het andere apparaat is ontvanger. En die ontvanger die krijgt een digitale code. En als op de juiste manier volgens protocollen dat doen, dus volgens afspraken, dan kunnen ze de ontvanger die data lezen. Dan weet hij het verschil tussen een 1 en een 0. En dan krijgt hij uiteindelijk een digitale code binnen. En dat kan hij weer doorgeven aan de datalinklaag. En de datalinklaag, nou, die werkt weer met een frame, zoals je ziet. Dus die werkt ook wel met 1 en 0. Maar dat is een ander abstractieniveau. Want nu krijgen de 1 en 0 wat meer betekenis. Dus de hele reeks 1 en 0 bijvoorbeeld, daar zit een deel van de header, het begin van een frame. Dus dan kan een computer die een Ethernet frame bijvoorbeeld ontvangt, kan zien dat het ook een Ethernet frame is van iemand anders, hè, die een ander apparaat gestuurd heeft. Die kan daar ook zien bijvoorbeeld het MAC-adres. Hè, elk apparaat in een netwerk heeft een uniek MAC-adres. Dus die kan zien waar het vandaan komt. En zodoende kan hij ook weer terugsturen naar hetzelfde apparaat. Hij kan een dataveld herkennen. Die moet hij weer doorgeven naar de lagen boven hem. En hij kan zien wanneer de frame stopt. Dus de trailer. En in de trailer kan hij ook de data eventueel controleren. Of er niet iets misgegaan is onderweg. Dus op die manier kunnen apparaten met elkaar praten. Ja, dus er zijn eigenlijk twee abstractieniveaus. Eén is heel duidelijk, 1 en 0. Maar in de datalinklaag krijgt het wat meer een betekenis allemaal. Hè. Dan worden die 1 en 0 van elkaar in groepjes gescheiden. Dus het ene stukje is een header. Het andere stukje is dataveld. En weer een ander is een trailer. En het is ook wel duidelijk voor een apparaat wanneer begint een frame en wanneer eindigt een frame. We werken ook, wat je ook wel gehoord hebt, bij de eerste cursus packet switching. Dat wil zeggen, we sturen elkaar pakketjes. We gaan niet in één keer de hele boodschap in één keer verzenden. Want dan hebben we het gevolg, als iets misgaat, dat we iedere keer hele grote bestanden over moeten sturen. Met heel veel frustraties. Ik weet niet of je al eens een keer een hele grote film hebt gedownload die halverwege vastliep. Nou, dat is ook heel jammer. Hè? Je hebt misschien heel lang op gewacht. Soms gaat het ook heel snel, maar goed, los daarvan. Hè? Stel dat je dat wel een hele dag gekost hebt, dat soort dingen. Dan is eigenlijk het systeem, zeker over een netwerk, is in pakketjes versturen veel beter. Nou goed, dan heb je al een beetje in beeld van wat we in de datalink in de fysieke laag tegenkomen. De fysieke laag is aanraakbaar, ja, behalve dan wifi, en het is zichtbaar. Je ziet de ledjes, je ziet kabels, je kunt ergens iets inprikken. Je hebt te maken met een bitstream, 1 en 0, en connectoren en een medium. Ja, connectoren wil altijd zeggen, nou ja goed, dat is natuurlijk standaard verhaal. Als jij zeg eens USB 2.0, 3.0... hebt, dan moet je daar normaal gesproken weer een ander apparaat die voldoet aan diezelfde standaard mee kunnen verbinden. Medium, dat zijn de bekabels, of dat is de bekabeling. Kan trouwens ook wireless zijn, het medium. De datalinklaag, dat zijn de Ethernet frames, waar ik het net ook al over had. Meestal Ethernet frames, je mag natuurlijk ook met andere standaarden werken. Wifi lijkt trouwens ook heel veel op Ethernet. Het zit alleen dan in de lucht via een radiogolf. Een radiogolf is dan het fysieke gedeelte. Maar als je dat dan binnenkrijgt als laptop of als smartphone, dan lees je dat als een soort van Ethernet frame. Volgens hetzelfde standaard met een header, een dataveld, een trailer. En dan ga je uitzoeken van bij welke applicatie hoort dit, wat ik nu ontvangen heb. Of wat wil de gebruiker hiermee? We hebben dit binnen gehad, of is het wel überhaupt voor deze smartphone bedoeld? Of moet ik het weggooien, moet ik het negeren? Nou, daarvoor heb je ook MAC-adressen. Dus elk apparaat heeft een uniek MAC-adres waarmee die kan communiceren. En daarom is het ook duidelijk waar iets vandaan komt en waar je het weer naartoe moet sturen. Nou, daartussenin kun je ook een switch of een access point gebruiken.
Ja, quality of service heb ik het al over gehad. Segmentatie, dat wil zeggen dat je het onderverdeelt in kleine groepjes, hè, met VLANs, hè, virtuele LANs. Dat heb je soms ook weer nodig om het beter te organiseren, dat niet alle dataverkeer bij elkaar komt en elkaar gaat verstoren. Ja, als je een LAN-party bouwt, dan heb je ook liever degene die allemaal dezelfde game spelen bij elkaar willen zijn, die een rechtstreeks eigen LAN hebben. Een virtuele LAN, dat zou eigenlijk het mooiste zijn. Vooral als ze helemaal geen internetverles nodig hebben, dan functioneert het nog beter. Goed. Fysieke laag en datalinklaag zijn in de praktijk ook vaak niet makkelijk te onderscheiden. Ze zijn afhankelijk van elkaar. Ja, op het moment dat jij een modem krijgt van de provider, dan maakt het wat uit of dat van KPN is of van Ziggo, ook noem ze maar weer zo. Op het moment dat je natuurlijk een coax modem hebt, dan moet je daar een coax kabel op aansluiten. En uiteindelijk in de datalinklaag komt er weer een ethernet signaal uit, wireless of via je connectoren, UTP kabels. Tegelijkertijd heb je iets van een KPN, dan sluit je het aan op het telefoonnetwerk. Ja, dan moet je die op orde hebben in je huis. Of je hebt misschien wel een glasvezelkabel. Nou, dan heb je natuurlijk dat je rechtstreeks die glasvezelkabel ergens moet op aansluiten. Misschien wel op laten splitsen, weet ik veel wat. Hè. Je moet er wat tussen doen. En dan komt het op je modem. En die modem die kan op die manier communiceren met de centrale. Dus ergens in je stad of je woonplaats, daar zit natuurlijk een centrale. En daar komt het netwerkverkeer vandaan of gaat het naartoe van jouw kant. En op die manier kun jij internetten. Maar waarom is dat afhankelijk van elkaar? Nou, als jij je modem vervangt, jij gaat naar een andere provider toe, dan kun jij niet zeggen, bijvoorbeeld als je naar glasvezel gaat, hypo, ik krijg glasvezel, dat je dan kunt zeggen van, nou weet je wat, die modem die ik al had van Ziggo, die laat ik er tussenin zitten. Ik ga gewoon mijn glasvezelkabel rechtstreeks proberen aan te sluiten op mijn coax connector. Hè, want dat werkt ook bij Ziggo zo. Nou, je snapt wel dat een glasvezel niet op een coax kabel zo kan verbonden worden. Dus dan zie je al dat er natuurlijk wel een... Er zit natuurlijk ook een stukje elektronica in zo'n modem. Die natuurlijk het coax gedeelte om kan zetten naar ethernet. En dat lukt hem niet zomaar met een glasvezelsignaal als die op aangesluit. Daar heb je een hele andere connector voor nodig. Ook een heel andere interface. Dus vaak zitten die datalinklaag en de fysieke laag zitten vaak samen. Zodoende noemen we dat bij de network access laag, bij een TCP/IP model noemen we dat de network access laag. Dus die twee dingen samen. Maar goed, het is ook niet erg om het ook weer gescheiden van elkaar te zien. Want ethernet, in theorie zou je natuurlijk de ethernet module ergens weer in een ander apparaat kunnen stoppen. Als het helemaal gestandardiseerd zou zijn. Nou, nog even over de fysieke laag. Het gaat dus om de een of andere manier 1 en 0 over te zenden. Of je dat nou via een glasvezel doet. Of je dat nou doet wireless door de lucht. Ja, dus met lichtstralen, met glasvezel. Of je doet dat met elektrische stroompjes. Hè, die dan vaak wisselstroompjes. Het zijn van die sinussen die vaak heen en weer, van die golfjes. Alleen dan door een koperdraadje heen. Als er maar 1 en 0 verzonden worden die leesbaar zijn en 1 en 0 ontvangen zijn die ook weer goed leesbaar zijn. Hè, dat hetzelfde is. Als er ergens een bitje omvalt, een 1 wordt een 0 of een 0 wordt een 1, hebben we een probleem op dit niveau. Wat vaak de provider doet, stel jij woont te ver van de centrale af. En je wilt natuurlijk zo'n maximale snelheid bereiken om te kunnen downloaden en kunnen uploaden en naar Netflix te kunnen kijken. Maar als de provider in zijn schakelkasten meet dat je wel erg veel frames verloren gaan, omdat ze toch ergens een 1 of een 0 vallen om. Dus jouw data raakt beschadigd, die frames die onderling worden verzonden. Ja, frames mag je eigenlijk niet zeggen op dit niveau, maar stel die datareeks met bitjes. Daar worden te veel foutjes in gemaakt, die worden gemeten. Nou, wat is dan de oplossing van een provider? Weet je wat? We gaan de snelheid halveren. Nou, dan worden er vanzelf minder fouten gemaakt.
En als dat die rate, die tolerantie, acceptabel wordt voor de provider, die zegt van nou, ik krijg niet al die mensen aan de lijn van we kunnen hier goed internetten, Netflix doet het niet goed, of weet ik van wat. Dan stoppen die halveringen, maar dat betekent wel dat jij voor dezelfde abonnement misschien veel minder internetbandbreedte krijgt dan mensen die dicht bij de centrale wonen. Maar goed, dat even over dat gedeelte. Nou, wat is nog meer een fysieke laag? We praten dus over wifi, we praten over UTP-kabels, glasvezel, coax, ook serial verbindingen zie je niet zo heel veel, DSL, ADSL dus, hè, voor ons. Ja, asymmetrisch wil dat zeggen, maar je kunt ook symmetrische DSL hebben. Hè. Ga niet al die afkortingen bij langs. Je hoeft ook niet precies te weten hoe DSL of ADSL allemaal werkt. UTP, daar gaan we wel wat verschillen in zien. Dus gaan we wel even naar kijken van wat voor soort UTP-kabels zijn er en hoe zien die er van binnen uit. De standaarden moet je toch wel wat van weten. Hoewel natuurlijk langzaam maar zeker UTP steeds minder gebruikt wordt. Daar ben ik me bewust van. Maar als HBO'er kom je het in het veld tegen. Vooral voor een lange nauwkeurige verbinding. Ja, lang. Maar in ieder geval een nauwkeurige verbinding kun je nog vaak een UTP-verbinding gebruiken. Snelheid wordt met wireless natuurlijk wel steeds beter. Er wordt al beweerd dat wireless netwerken sneller kunnen werken dan bijvoorbeeld UTP koperdraden, UTP, nou wat heb je, categorie 7. Nou, wifi, daar gaan we natuurlijk wat meer over hebben, want dat wordt natuurlijk steeds belangrijker en is al belangrijk. Glasvezel doen we een heel klein beetje, ja, gewoon een beetje verschil tussen multi en single glasvezel. Dat moet je dan weten voor het tentamen. En met glasvezel kun je ook hogere snelheden bereiken. Dat heeft te maken dat je met licht misschien wat minder storingen mee gaat maken dan bijvoorbeeld in een koperdraadje of met wifi. Is wel vaak wel een duurdere oplossing, een glasvezelkabel. Coax, als je het verhaal van net hebt gehoord, dan weet je eigenlijk genoeg. En anders moet je maar even je meterkast gaan kijken hoe die coaxkabel eruit ziet. Nou ja, goed, DSL, daar heb ik net al kort wat over gezegd. Het verschil tussen up en download, en dat is eigenlijk het verschil tussen symmetrisch en asymmetrisch. Symmetrisch wil zeggen dat de upload bandbreedte net zo goed is als de download bandbreedte die je beschikbaar krijgt van een provider. Dus grote bedrijven die onderling verbonden met elkaar worden, is dat best interessant. SDSL. Maar voor thuisgebruikers is ADSL weer interessant, asymmetrisch. Die we liever gewoon dat je meer kunt downloaden en af en toe eens wat kunt uploaden. Die willen daar liever die kabel voor gebruiken. Nou, we praten over bitjes van de bitstream. Goed, hier zien we dan een plaatje. Ik weet niet of het in beweging komt, maar jullie kunnen zelf ook de PowerPoint. Oh ja, komt een beetje in beweging. Het gaat om signalen, het gaat om connectoren en het gaat om kabels. Dat zou in ieder geval dat zou een mooi beeld kunnen zijn van de fysieke laag. Dus hoe worden die 1 en 0 overgebracht? Hoeft niet per se altijd in blokjes te gaan trouwens in die spanningen. Dat kan ook gewoon in een sinus vormen, dat er wat meer ronde vormpjes in zitten zoals de zee. Juist die golfvormen die kunnen langere afstanden bereiken dan juist die afgesneden vormen. Want afgesneden vormen zijn gevoeliger voor storingen. Je moet je voorstellen dat elk signaal wat je daar ziet bestaat uit miljoenen frequenties. Zou je ze kunnen opbouwen. Maar als je echt een zuivere sinusvorm hebt. Misschien weet je dat nog van de lagere school of van de voortgezet onderwijs. Van je vorige opleiding. Een sinusvorm is een zuivere golf als het ware. En die heeft eigenlijk maar één frequentie. En die is veel minder gevoelig dat de hoogfrequenties eruit raken. En waar een blok vormt bestaat uit heel veel hoogfrequentsignaaltjes. En als die niet goed doorkomen over de lijn, dan worden ze misvormd. Net zolang dat ze natuurlijk een 1 en een 0 het verschil niet meer gezien kan worden. Nou goed, dat speelt er in de fysieke laag. Nou, we hebben te maken met UTP-kabels. Twee soorten in ieder geval. Je hebt ook STP.
STP, dat zijn wat duurdere kabels, daar zit een extra manteltje in, zeg maar een shield. Shield, daar staat die STP voor. UTP is meestal wat goedkoper. Het is vaak een hele betrouwbare verbinding ook. Wat je vooral moet weten is dat er twee standaarden zijn. Hè? De A-standaard en de B-standaard, zoals je ziet in het plaatje ernaast. En dat het te maken heeft met die gekleurde draadjes. Hè? Er zitten 8 gekleurde draadjes in een UTP-kabel. En die zijn getwist met elkaar. Dus je hebt 4 paren. En dat heeft te maken met het oplossen van storingen. Dus twist is tegen overspraak. Wat is dan overspraak? Nou, vroeger kon je dat heel makkelijk uitleggen, want dan maakte je dat wel eens keer mee met de vaste telefoon. Dat een gesprek van de buurman, die kwam dan toevallig op dezelfde lijn te zijn, omdat die centrales te dicht bij elkaar zaten. En dan kon je op je eigen telefoon het gesprek horen, omdat het vervoerd werd over dezelfde lijnen. Dat is eigenlijk letterlijk overspraak, crosstalk. Maar je kunt ook last hebben van andere kabels die in de buurt zitten van jouw UTP-kabel. En die proberen dan met een magnetisch veld, kunnen ze jouw elektrische signaaltjes verstoren. Nou, er zijn twee oplossingen. Eén is de twist, hè, dat is zeg maar de vlecht die je er ziet tussen de paren. En de andere oplossing is ook eventueel dat je binnen het aansluitingen van de connector, kun je nog een bruggetje maken, zoals je ziet bij pair 2. En pair 3, pair 2 bij de standaard A-standaard en pair 3 bij de B-standaard. Dan zie je dat daar een bruggetje gemaakt is om de twee blauwe draden. De blauwe draad en de blauw-witte draad. Daar zit een groen bruggetje omheen of een bruin bruggetje. Maar die mag je ook zien als oranje. En dat zorgt er weer voor dat bijvoorbeeld de storingen die meegenomen worden in de kabel, die worden aan het einde opgeheven door deze slimme methode. Die hebben ze dan ontdekt. Daardoor wordt een UTP-kabel nog betrouwbaarder. Zo worden die signalen die worden op die manier opgeheven. Nou, voor de rest, meestal gebruik je ongeveer 4 draden voor de communicatie. Daardoor kunnen er eigenlijk sowieso 2 lijnen over elkaar zijn. Die kun je dan dubbel gebruiken voor downloaden en uploaden. Die andere 4 draden worden soms ook wel eens gebruikt, bijvoorbeeld ook in een netwerk om bijvoorbeeld spanning te leveren aan bijvoorbeeld een access point. Dan hoef je daar niet helemaal met een voeding heen. Of sommige mensen sluiten dan aan een lamp. Doe je de lamp uit, doe je ook de access point uit. Nou, vooral als dat op een gegeven moment automatisch gaat, mensen verlaten de ruimte, gaat ook de access point uit. En de mensen aan de andere kant van de muur die toevallig daar op die verbinding zaten, ja, die raken dan ook hun wireless verbinding kwijt. Nou ja, voor de rest heb je ook qua categorie steeds betere kabels. Dus categorie 7, die kan meer bandbreedte aan dan bijvoorbeeld een categorie 5E kabel. Hoewel 5E ook al prima in gebruik is, hoor. Daar kun je voor mij al een prima netwerk mee bouwen met 1 gigabit per seconde. Maar als je meer snelheid nodig hebt, dan kun je beter CAT 7 kabels gebruiken. Goed. Hier zie je nog een beetje hoe het aangesloten wordt. Je ziet bij Packet Tracer, dan moet je 2 apparaten op elkaar aansluiten via een UTP-kabel. Ja, alles wireless doen is best wel lastig, ook met Packet Tracer. Je kunt beter even snel een kabeltje ertussen stoppen, want de afstand is toch niet zo van belang in een virtuele omgeving. Dus op het moment dat jij een switch of een router met elkaar verbindt, of een, wat je daar ziet, een PC, personal computer, met een switch. Nou, dan kun je dat heel eenvoudig doen met een UTP-kabel. En er zijn 2 soorten. Straight, dat wil zeggen, eigenlijk zijn de uiteindes op dezelfde manier verbonden. Hè, met het plaatje wat je net zag van de connectoren. En het bruggetje hetzelfde. Je ziet ook hier het bruggetje dan anders wordt gemaakt aan de ene kant. Aan de andere kant bij een crosskabel. Crosskabels hadden we vroeger nodig tussen 2 dezelfde apparaten. Die waren op dezelfde manier aangesloten, want je moet je voorstellen, je hebt ook natuurlijk 8 aansluitingen voor die 8 draadjes. En er zijn dan 4 leessignalen en 4 schrijfsignalen. Als je die signalen op elkaar verbindt met een kabel van 2 apparaten, dan moet je voorkomen dat je natuurlijk de leessignalen op elkaar aansluit en de schrijfsignalen. Want via de schrijfsignaal komt er een pakketje, die komt, of liever gezegd een bitstroompje, die komt op de lijn. En die gaat dan naar het andere apparaat. En die moet binnengehaald worden. En hoe kun je iets binnenhalen? Met een leessignaal. Dus daar moet je altijd een schrijfsignaal of een leessignaal zien te krijgen via de kabel.
Nou, als dat bij hetzelfde apparaat precies op dezelfde manier aangestuurd wordt, de leessignaaltjes en de schrijfsignaaltjes zitten op dezelfde plek, dan doe je daar een crosskabel tussen, crossover. Nou, als je oude apparatuur gebruikt, ook in packet tracers, zul je dat nodig hebben. Maar bij de nieuwe apparatuur zit een stukje autosensing in, zo noem ik het maar even eenvoudig. Dan is het apparaat al zo slim om van tevoren te kijken van oké, met wie communiceer ik? Hey, die stuurt op dat kanaaltje, dat draadje stuurt hij iets naar mij toe. Dan verbind ik het automatisch door met een leessignaal. Dan ga ik het zelf wel even omzetten. Dus dan wordt de elektronica wordt even flexibel aangepast aan het apparaat wat je aansluit. Nou, de ene kant is dus transmit. Hè. Transmit is dus zenden en receive is ontvangen. Dus op die manier die tekentjes kun je daar weer in terugvinden. Nou, dan zie je ook dat niet altijd alle 8 draadjes direct gebruikt worden voor communicatie. Dat ligt ook aan de standaard. Als het beter beveiligd is, beter beschermd is, tegen storingen kun je wel de 8 draadjes gebruiken. Kun je ook een hogere bitsnelheid bereiken, dus ook de bandbreedte kan dan omhoog. He, want de bandbreedte, hoe snel jij kan werken, ook in de applicatie, is natuurlijk afhankelijk van dit hele verhaal, hoe jij het fysiek allemaal hebt aangesloten. Dus weer een argument om als ICT'er te zeggen, ook als je SE'er bent, ik moet iets snappen van die fysieke laag van een netwerk. Nou, glasvezel kunnen we op 2 manieren. Je hebt single mode fiber en we hebben natuurlijk multi. Nou, single wordt vaak voor lange afstanden gebruikt. Lichtbron is een laserstraal. Dat is toch een vrij dure oplossing, maar tegelijkertijd geeft dat wel heel veel mogelijkheden. Het is gevoelig voor vervuiling en slechte lassen en duurder dan UTP-kabel. Ja, dat moet je wel even weten. Het is ook beide gevallen, wat voor soort glasvezel je hebt, is natuurlijk niet gevoelig voor blikseminslag en EMI. Elektrisch-magnetische interferentie of radiogolven, RFI. Dus daar heb glasvezel geen last van. Dus als je een verbinding moet maken in een omgeving waarbij gewoon heel veel stoorvelden zijn, waar je doorheen moet, en UTP gaat het niet redden en STP ook niet, dan kun je zo alleen om die reden al overwegen om een stukje glasvezel te doen. En tegelijkertijd, glasvezel is ook een hele mooie oplossing als je bang bent voor blikseminslag. Als je dure apparatuur aansluit van glasvezel met de apparatuur die misschien aan de buitenkant zit, dan kan de apparatuur aan de buitenkant misschien toch stuk gaan door een blikseminslag, maar de apparatuur aan de binnenkant is deel beschermd, want er zitten geen koperdraden in die die elektrische, ja, zeg maar die klap die je dan elektrisch krijgt, kan geleiden. En dat gaat niet door de glasvezelkabels heen. En een van de voordelen van SMF is, ten aanzien van multifiber, wat we straks gaan zien, is dat het over een langere afstand kan. Hè? Ook vanwege die sterke laserstraal die je dan gebruikt. Want je hebt minder verlies. Maar goed, als je meer bandbreedte wil hebben, dan zul je waarschijnlijk eerder kiezen voor multimode fiber. Dan kun je heel veel signaaltjes naast elkaar door één glasvezel sturen met LED-besturing. Ja, LED als lichtbron. Hetzelfde voordeel als natuurlijk single mode fiber. Dus nog steeds goed beschermd tegen blikseminslag. En natuurlijk niet gevoelig voor EMI en RFI. Wel nog steeds, net als bij de andere glasvezel, gevoelig voor vervuiling en slechte lassen. En natuurlijk duurder. Die eigenschap blijft hetzelfde. Maar veel meer bandbreedte beschikbaar. Maar de afstand is niet zo groot als SMF. Die kan, hè, als je tenminste vergelijkbare techniek hebt met elkaar. Nou, om de fysieke laag goed te begrijpen, heb ik nog even een voorbeeld voor jullie. Als je gewoon kijkt door de jaren heen en je kijkt bijvoorbeeld naar je meterkast, dan vind je daar vast en zeker wel een aansluiting voor een vaste telefoonverbinding. Het bestaat uit ongeveer 2 draadjes. Ja, je ziet er hier 4, maar het zijn vanuit de grond gezien 2 draadjes van ongeveer 0,6 mm kwadraat. Deze 2 draadjes, als je dat helemaal zou kunnen volgen tot aan de grond, zijn uiteindelijk verbonden met een centrale bij de KPN. Ja, daar moet je even van uitgaan. Het bijzondere is aan deze aansluiting,
In geval van bijvoorbeeld een ouder huis in de stad, neem een, bijvoorbeeld New York, kan het zijn dat deze draadjes er al 100 jaar in de grond zitten. En die waren speciaal gemaakt voor echt telefoonverbinding. Dat was ongeveer een frequentie die gebaseerd was op spraak. Dat mensen met elkaar praten via de telefoon. Ongeveer 3100 hertz. Daarboven, daaronder. Dan moet je je voorstellen dat rond de jaren 60, dat men bedacht van nou weet je wat. We willen daar eigenlijk een digitaal netwerk van maken. Of in ieder geval digitale signalen overheen sturen. Toen bedacht men een modem. En met een modem kon je dus dat telefoonsignaal gebruiken om digitale signalen over te zenden. Het was eigenlijk een analoge manier om digitale signalen van A naar B te zenden. Dus vanuit de centrale naar huis en van het huis weer terug naar de centrale. Op die manier kon je aangesloten worden op een digitaal netwerk, zoals bijvoorbeeld ARPANET ontstond in de jaren 70. Zeg maar eind jaren, ongeveer 1968 was men daarmee bezig. Nou, kon je niet direct vanuit huis erbij met de telefoon. Maar je moet je voorstellen dat de telecombedrijven, die hebben het altijd moeten doen met deze kabel die misschien al 80 jaar in de grond lag. Het enige wat ze konden doen, was de apertuur aan de ene kant wijzigen en de apertuur vanuit de centrale verbeteren. Nou, hoe deden ze dat? Dat deden ze door moduleren. Zoals je ziet, een spraaksignaal of een elektrisch signaaltje wat van de centrale naar de telefoon liep, was gewoon eigenlijk een analoog sinusvormig signaaltje, met golfjes. Dat bood mogelijkheden voor bijvoorbeeld om een digitaal signaal te zenden. Als je bijvoorbeeld de frequentie zou gaan variëren en je zou het standaardiseren, dan zou het ene apparaat die zou bijvoorbeeld een frequentie sturen van 1000 hertz en een tijdje later een frequentie sturen van 500 hertz. En dan zou het ontvangende signaal de conclusie kunnen trekken, als 500 hertz was, zou die dat moeten vertalen naar 0. Dus hij gaat iedere keer om een bepaalde tijd gaat hij meten. Hey, nu is de frequentie 500, dat is 0. En dan is hij weer 1000. Hey, nou wordt een 1 gezonden. En op die manier kan een modem het analoog signaal omzetten naar een digitaal signaal. Dus in theorie zou je hiermee kunnen internetten. Dus er moet nog wel heel veel gebeuren. Een van de problemen is natuurlijk dat, het is natuurlijk de bandbreedte. Hoeveel bitjes per seconde kun je overzenden op deze manier? Nou, dat konden ze oplossen door bijvoorbeeld meerdere soorten frequenties te gebruiken. En dan per tijd te meten. Maar ook eventueel de amplitude van een sinus kleiner en groter maken. Dat betekent eigenlijk een beetje de grootte van een sinus. Wat ook eventueel kon, is een sinus op een bepaald moment laten starten, fase. Dus in plaats van dat die precies op 0 graden begint, zoals bij een cirkel, en die eindigt bij 360 graden, is hij weer bij zijn beginpunt. Kon je ook zeggen, van, nou misschien moet hij bij 90 beginnen, of bij 180. En ook daarin zou een ontvangend apparaat de conclusie kunnen trekken van, hey, dit is een andere bitcode. Dus hoe meer veranderingen, hoe meer signaalveranderingen je kunt veroorzaken in datzelfde kabeltje, hoe meer bitpatronen er overgestuurd kunnen worden. Dus bitcombinaties. Dus als je 4 soorten signalen kan overzenden per tijdseenheid dat er gemeten wordt. Dus in plaats van 1 doe je de 4. Dan kun je in ieder geval 2 bitjes verzenden. Kun je in 2 bits coden. Want je kunt 2 nullen verzenden. Je kunt een 0 en 1, 1 en 0 en 2 enen. Dus dat verdubbelt al de bitsnelheid zonder dat je de frequentie ging verdubbelen. Nou, dan komt in de jaren 80 komt ISDN, ga ik niet al te veel over zeggen, maar de telecombedrijven die vonden dat uit met het idee van dat je een soort van digitaal thuisnetwerkje kon beginnen. Dan kreeg je niet alleen je telefoon aan het netwerk, maar je kon er bijvoorbeeld ook
via een bedrijfsnetwerkje aansluiten. Kleine bedrijfjes deden dat. En op die manier konden ze ook communiceren tussen bijvoorbeeld computers. Nou, dat was heel mooi. Niet iedereen deed het. Maar toen kwam internet. Toen was het in één keer heel handig. Want nu was er ook vanuit thuis ook behoefte om een apparaat digitaal aan te sluiten op dat netwerk van de KPN. Want je kon bij internet komen ermee. Nou, dat werd dus interessant. Iedereen kocht een modempje. Sommige mensen waren al zo slim om een ISDN-lijn te nemen. Maar anderen die dat niet deden, die moesten hun dedicated lijn, die ze voor de telefoon gebruiken, moesten ze dan in één keer voor het internet gebruiken. En ze konden maar één van beide doen. Dus als je iemand dan s'avonds op ging bellen, in de jaren 90 was dat, dan kon best zijn dat die ander in gesprek was. Nou, op een gegeven moment trok je de conclusie, oh, die hebben internet. Ja. Nou, dan komen we een stukje verder in de tijd. Dan wordt eigenlijk ADSL toegepast over diezelfde twee dunne draadjes. ADSL was nog slimmer qua modulatie, nog meer mogelijkheden, nog snellere data rates konden er bereikt worden. En het was vrij stabiel, want het was echt wel een dedicated lijn voor een gebruiker. Je kon een beetje pech hebben als je ver van de centrale zat. Nou, dan kan het betekenen dat jouw abonnementen, wat jij dan betaalt, jouw downloadsnelheid een stuk lager lag dan bijvoorbeeld iemand die dicht bij de centrale lag. Want iedere keer centrale doorkreeg dat er veel fouten werden gemaakt tussen jouw modem en de centrale, dan halveerde hij iedere keer de bandbreedte. Maar goed, ADSL werd steeds beter. En een ander voordeel van ADSL was dat je dus uiteindelijk niet de bandbreedte hoefde te delen met de buurt. Hè, wat bij coaxkabel wel een beetje zo was. Hoe meer klanten bij Ziggo in de straat een Ziggo abonnement namen, hoe trager op een gegeven moment dat netwerk werd. Dat had je dus in principe niet bij ADSL. Nou, je hebt natuurlijk twee variaties. Hè. Je hebt van één kant symmetrisch ADSL en je hebt asymmetrisch ADSL. Nou, asymmetrisch was voor gewoon thuisgebruikers heel interessant, want dat betekent asymmetrisch. Dat wil zeggen dat je veel meer download krijgt dan upload. Want ja, wat heb je allemaal te uploaden? Niet veel als gebruikers. Het gaat internetverkeer ging meestal één kant op. Je vroeg om een website en dan ging je van alles downloaden, een film, YouTube bekijken. Dat ging veel beter met ADSL, terwijl misschien kleine bedrijfjes, een hele tandartspraktijk die meerdere vestigingen heeft door de stad, die koos misschien wel voor SDSL, voor symmetrische DSL-verbinding. Dan was de upload en de download was wel interessant om dat gelijk te houden. Je moet je voorstellen, nowadays zitten we dus met een snelheid van ongeveer 2400 megabit per seconde. Kan inmiddels al hoger liggen, wel vrij stabiel. En het kan ook best zijn dat natuurlijk glasvezel veel beter is. En dat je ook als je goed kritisch gaat kijken naar de coaxverbinding van bijvoorbeeld weer Ziggo, dat die ook beter is dan ADSL. Maar toch is wonderlijk dat we eigenlijk met die twee dunne draadjes, die misschien 80 jaar geleden al in de grond zaten, als je een oud huis hebt, dat die nog steeds geschikt zijn om een moderne netwerk, een moderne snelheid, bandbreedte, grote bandbreedte, over te kunnen zenden. Nou, daar wou ik je toch even meegeven over de fysieke laag. Nou, om dit allemaal te bereiken, om te kunnen communiceren op afstand, hebben we ook standaardisatie nodig. We hebben standaarden nodig. Nou, op de eerste plaats zijn daar de IEEE jongens. Je spreekt het zo uit, I en dan drie keer E, IEEE. Dat is in Amerika ontstaan. Daar waren jongens die kwamen van school in de jaren 60 en die ontdekten van, je kan geld verdienen met saaie dingen. Werk hoeft niet altijd heel spectaculair te zijn. Zij wisten dus de standaarden voor communicatie over bijvoorbeeld ethernet of door de lucht later. Legden zij vast van, nou, wat voor spanning heb je daarvoor nodig? Hoe lang kan de kabel wezen? Hoe ziet de frame eruit? Daar gaan we later over praten. Hoe werkt ethernet? Nou, ze kregen al heel veel snel, ze kregen 400.000 leden op een gegeven moment, nowadays. Dus dat groeide ook.
Dus ook grote bedrijven snapten wel dat als ze wat nieuws wilden doen, dat ze eerst bij die IEEE-jongens langs moesten. Want die moesten hun standaard vastleggen. En ook als je iets nieuws wil maken, je wilt gebruik maken van de standaarden die zij hebben vastgelegd, dan was het ook verstandig om je daarbij aan te passen. Nou, daarnaast heb je ook de ISO, hè, de internationale standaardorganisatie. Die lijkt een beetje op de Amerikaanse ANSI. Je ziet ook wel eens de AEC-norm. Hè, dat zie je ook wel staan op dozen als je wat koopt. Vooral computerapparatuur. Dat heeft te maken met hoe ziet alles eruit. Dus een USB heeft een bepaalde connector, heeft een bepaalde vorm. Daardoor kun je hem ook overal weer instoppen waar ook USB staat. Nou, als dat verschillend zou zijn, dat bijvoorbeeld een HP USB kabeltje er heel anders uitzag dan bijvoorbeeld, noem eens wat, Lenovo of een Samsung apparaat. Nou, dan heb je natuurlijk een probleem. Dus vandaar dat ISO ervoor zorgt dat de formaten, het fysieke gedeelte, de hoeveelheid draadjes, maar ook soort van spanning die je moet gebruiken, dat het vastgelegd is. ISO is ook verantwoordelijk voor het OSI-model, waar we het al een paar keer over gehad hebben. Daarnaast zijn er natuurlijk wat minder strenge standaardisatie, maar inmiddels kun je het wel vaak een soort van standaard noemen, dat zijn protocollen. In de softwarewereld werken we heel vaak met protocollen. Je hebt een soort van protocol nodig om bijvoorbeeld met TCP/IP te werken. Als je een applicatie bouwt, moet die wat snappen van een socket, gaan we het later over hebben, waardoor je een applicatie via een poort en een IP-adres kan koppelen aan een netwerk. En dan kan je jouw applicatie ook wat doen. Want zonder een netwerk dan heeft een applicatie meestal weinig zin. Goed, dat even gezegd hebben over standaardisatie en protocollen. Een protocol is dus letterlijk een afspraak. Nou, dan kunnen we natuurlijk niet ontkomen in dit college om te praten over de revolutie van wifi. Nou, je ziet het dan weer staan. De IEEE-jongens hebben dat vastgelegd met 802.11. We spreken meestal over de 802.11 standaard. Als we over wifi praten, maar eigenlijk moeten we de IEEE daarvoor zetten. Nou, ik heb een spectaculair filmpje voor je bewaard. Die kun je nog eens dus gaan bekijken. Over de nieuwste standaard, hoe wifi, wat voor features er allemaal in zitten. Historisch gezien, het begon ongeveer in 1999. Na heel veel voorbereiding zou het eindelijk geïntroduceerd worden op de markt. Er kwamen twee standaarden, de A-standaard en de B-standaard. De A-standaard werkt op een ander frequentiegebied, 5 GHz, terwijl B-standaard op 2,4 GHz werkte. De maximale snelheden waren nog niet zo spectaculair. Er waren allerlei probleempjes en uitdagingen, daar zal ik het straks wel even over hebben. Nou, ik heb misschien al genoemd in de geschiedenis van ICT Victor Hayes, de Nederlander, die eigenlijk een beetje de coördinator voorzitter was van het platform. Die samen de wifi-standaard op de markt hebben gezet. He, natuurlijk hebben ze alle hulp gehad van allerlei bedrijven die dat ook graag wilden. Nou, de consument was natuurlijk ook enthousiast, want die zaten echt op te wachten. Als je rond 2000 naar de winkel ging en je kon voor je laptop een wireless adapter kopen en je kocht een access point, dan had je geen kabels meer nodig. Je kon je zomaar verplaatsen door het huis met een klein laptopje. Nou, en vooral natuurlijk in 2007, dat de iPhone geïntroduceerd werd op de markt van Apple. En later, een jaartje later, ook de Samsung en de LG en noem het maar op. Allerlei merken, smartphones. Die hadden natuurlijk geen ethernetverbinding. Geen UTP-kabels. Hè, dat kon niet. Die werkte eigenlijk alleen maar met ingebouwde wireless adapters. Zeg maar een wireless netwerkkaartje. Nou goed, er was nog een beetje een probleem bij het begin. De A-standaard was eigenlijk technisch gezien beter, had betere features, maar de B-standaard kon al geleverd worden. Terwijl de A-standaard had een probleem met bepaalde IC'tjes die nog geproduceerd moesten worden. Of dat duurde te lang. Dus in 2000 gingen mensen naar de winkel. Nou, vroegen van wij willen graag iets van de A-standaard hebben, we willen graag een access point hebben.
En we willen graag wat adapters hebben voor onze laptops en voor andere apparaten. Hosts die we aan willen sluiten op het netwerk. Nou, vaak was er maar één van beide leverbaar. Dus dan kwam je toch heel gauw uit bij de B-standaard, want anders kon je geen netwerk bouwen. Nou, als opvolger van de B-standaard kwam natuurlijk de G-standaard. En later ook de NDRAFT, die zitten allemaal in diezelfde richting van 2,4 gigahertz frequentiegebied. Het nadeel van het backwards compatible was, zodra jij een nieuwe access point had gekocht en je dacht van nou, nu zijn alle problemen opgelost, ook eventueel op gebied van beveiliging, maar het werkte in ieder geval veel, veel sneller. Je kocht een nieuwe laptop, die werkte ook via de G-standaard, allemaal hartstikke mooi. Kwam er iemand anders in je huis of je had nog een apparaat die nog werkte alleen met de B-standaard, had je een probleem, want dat backwards compatible betekende dat de hele access point eigenlijk alleen die B-standaard ging gebruiken en niet de G-standaard meer. Dus er waren duidelijk wat aanloopproblemen. Je merkte dat op scholen. Internet werd heel traag. Er werd zelfs in het begin bij scholen gezegd van nou, je mag maar één apparaat meenemen, of je laptop of een telefoon. Heel veel mensen hadden al een soort van telefoontje die bijvoorbeeld kon internetten. Dat leek er al een beetje op. De iPhone die heeft het natuurlijk geperfectioneerd. Met name in 2007, 2008 werd het echt een probleem voor de netwerkbeheer van een bedrijf, van scholen. Die kon het eigenlijk niet meer aan. Dus dat wireless was lang niet zo stabiel. En je kreeg niet altijd verbinding. Overcrowded. Nou, dan ging je weer proberen opnieuw een verbinding te maken. Nou ja, goed, dat allemaal ellende in het begin. NDRAFT die lost dat al een beetje op. Maar nogmaals, ook de NDRAFT was backwards compatible. Nou, dat kwam later, zeg maar, ik moet even goed nadenken, ongeveer 2015, je mag het opzoeken. De 802.11ac standaard, die herintroduceerde eigenlijk weer het frequentiegebied van 5 gigahertz. Die ging het veel beter weer gebruiken, want dat was een veld. Een frequentiegebied wat veel rustiger was, waar niet zoveel andere apparatuur op zat. En weer later in 2019 ongeveer hebben we de AX-standaard. Die gebruikt beide frequentiegebieden en veel effectievere features. Nou, ik ga het niet allemaal herhalen, je kunt het allemaal via het filmpje, wat ik erbij geleverd heb. Zou ik zeker eens even kijken, wat is er nou precies veranderd? Waarom zijn die standaarden veel sneller geworden? Waarom zijn die access points, kunnen veel meer clients aan? Gaan heel effectief om met eventueel allerlei stralen. Dus wel intensieve beaming, zoals het heet, van access point naar client. Waardoor we een veel hogere bandbreedte kunnen bereiken. Dus ook door slimmere modulatietechnieken. Er wordt nu al beweerd dat wireless eigenlijk al veel sneller is dan Ethernet mogelijk is in een normale situatie. We hebben het niet over een datacenter, maar gewoon in een thuisinstallatie of op een school. Dat wireless het wint. Nou, dat zou best kunnen. Ander probleem was natuurlijk vanaf het begin af aan al onveilig. Ja. Ook Cisco access points die werden zo in 2001, 2002 aangesloten, deed het meteen. Er was een SSID, een soort van domeinnaam voor access points. Die heette Tsunami. Nou, niet zo'n mooie naam. Toen de echte tsunami kwam en een ramp was in Azië. Ik geloof nog een stuk of 15, 16 jaar geleden van nu. Maar toen heette ook die SSID nog steeds Tsunami. Dus hebben ze veranderd naar de echte Tsunami. Maar het was per default eigenlijk dat hij direct aanging. En je hoeft ook niet meteen een wachtwoord in te stellen. En als je al een wachtwoord instelde met web, met een P, dan stelde dat weinig voor een hacker om dat te kraken. Dus tot en met 2005, 2006 had Wifi een slechte naam op gebied van veiligheid. En ook de modems, die vaak gecombineerde apparaat van router en access point, die geleverd werden door de providers, KPN, noem het maar op, Ziggo, die waren ook niet meteen goed veilig.
Dus dat betekende dat iemand gewoon op de parkeerplaats kon staan en die kon zo jouw netwerk binnenkomen. En vooral voor bedrijven was dat echt wel een groot probleem. Dus je had bedrijven die op een gegeven moment zeiden van nou, wij willen helemaal geen wifi meer hebben. Of je had bedrijven die zeggen nou, we willen wel wifi gebruiken, maar de enige veilige methode die we kunnen gebruiken is dat onze clients zich verbinden met een VPN. Nou ja, dat is op zich wel een leuk idee, maar met het probleem van nog weinig bandbreedte die je beschikbaar had. Ja, VPN's die aten dat natuurlijk helemaal op. Hè. Dat was gewoon bij wijze van spreken, als je ging internet had je 4 keer zoveel datatransport met een VPN. Dan dat je misschien normaal gesproken had met zonder beveiliging. Dus ook dat was weer een aanloopprobleem. Dat is wel met WPA 2 en WPA 3 is de veiligheid natuurlijk wel een stuk beter geworden. Dus was kwetsbaar voor man-in-the-middle attacks. Hè. Dus mensen die op de parkeergarage gingen staan, trokken het internetverkeer naar zich toe. En konden op die manier gewoon afluisteren wat er ging gebeuren in binnen bedrijf. Hè. Wat voor gesprekken er werden gevoerd, wat voor boodschapjes enzovoort. Je kunt je ook voorstellen dat ook bij McDonald's gebeurde dat. Dat je denkt, hey, ik heb free wifi. Nou, er was iemand die gewoon een internetverbinding aanbood via de lucht, wifi. En dat ging eigenlijk dwars door zijn laptop heen. Dus dan was je aan het internet, je deed misschien bankzaken bij McDonald's. En dan kon hij gewoon zien wat jij deed ten aanzien van, ja, hoe je inlogde. Nou, je moet je voorstellen dat er nog in de tijd was dat HTTPS er ook niet overal was. Zelfs banken waren toen nog niet helemaal veilig. He, de websites van banken. Allemaal ellende. Nou, WPA 3 is dus in 2019 erbij gekomen. Gaan we ons wel een klein beetje in verdiepen als we gaan praten over security. He, dan kan ik wat meer uitleggen welke features of elementen erin zitten in WPA 3. Waardoor het een stuk veiliger is. WPA 2 had trouwens al een vrij goede naam, maar schijnt toch een paar keer gehackt te zijn. Er zijn een paar trucjes voor. Maar als je op dit moment met WPA 2 werkt, je hebt een goed wachtwoord ingesteld, dan hoef je wat mij betreft niet grote zorgen te maken. Goed, ander aanloopprobleem, wat ook zo langzamerhand natuurlijk om de hoek kwam, hè, vooral vanaf 2010, hè, dat we beter met het milieu moeten gaan, maar ook het energieverbruik voor je smartphone is natuurlijk ook wel belangrijk. iPhone net zo goed. Stel je gaat naar school en je kunt maar een halve dag je smartphone gebruiken. Als je hem wel intensief gebruikt. Nou, dan zou je het toch prettig vinden als je een nieuwe smartphone zou hebben die natuurlijk veel beter met de energie omgaat. Dus ook via wireless kaartjes kon er wat energie bespaard worden. En je moet je ook voorstellen, nowadays met Internet of Things, IoT, het ook handig is als je kleine apparaatjes hebt die wat over moeten zenden richting 5G, dat dan de energieverbruik ook een rol kan spelen. Hè? Want zo'n apparaatje, dat moet misschien met een zonnecel gevoed worden of een klein batterijtje. Nou, je moet je niet, moet niet aan denken dat gewoon een wifi-verbinding een groot deel van de energie zou opmaken. Dus dat is bij de AX-standaard is daar veel aandacht voor geweest. Nou, hier zie je een beetje het verloop. Daar zie je de IEEE-nummers van 802.11 tot en met 802.11a tot en met 802.11ax. Nou, dan kun je natuurlijk meteen een beetje zeggen van ja, wat een rare manier van nummeren. Nou, dat klopt. Daar zijn ze niet echt goed uitgekomen hoe ze dat het beste konden doen. He, tot en met de N-draft, he, de N gaat het wel aardig goed. Maar daarna werd er toch gekozen voor 2 letters met alle gevolgen van dien. Dat we nou opeens weer AX hebben. Nou, wat zal dan de volgende wezen? BD of zo, weet ik veel wat. Nou ja, goed, daar moet je maar niet te veel van aantrekken. Kijk een beetje naar de snelheden. Je ziet natuurlijk dat de maximum data rate enorm omhoog gegaan is. Dat is natuurlijk de revolutie waar we het over hebben met wifi, de need for speed. Daar hadden nog wat andere features bij kunnen over de security en dat soort dingen, maar dat doen we later. Je moet in ieder geval onthouden dat WPA 3 in ieder geval gecombineerd wordt met de AX standaard.
En normaal gesproken. Nou, je kunt ook een leuk tooltje installeren op je smartphone of op je iPhone. Even kijken, dit is NetSpot. Dan kun je ook namelijk zien welke access points er om je heen zitten. Die al zelf al wat uitzenden. En dat kan grafisch in beeld gebracht worden. Dus daar zie je de SSID, de naam, zeg maar de domeinnaam van een wireless netwerkje. Je kan zien op welk frequentieveld ze werken. Of het rondom 5 GHz er zit of rond 2,4. Nou, wat kun je nog meer aan zien? Soms MAC-adressen kun je vinden. Het MAC-adres van een access point. Maar MAC-adressen gaan we het straks over hebben. Maar als je naar die D476EA0A568D kijkt in het kolommetje. Als je die kunt vinden. Staat die onder BSSID. Dat wil zeggen dat het gebroadcaste MAC-adres. Die kun je ook een beetje als SSID gebruiken. Je kunt de naam gebruiken, maar ook het MAC-adres om verbinding te maken met een access point. Nou, dat is even een voorafje van wat we straks gaan zien. Nou, nog even, waar waren we gebleven? We zijn nog steeds bezig, vanuit het OSI-model gezien, in de datalinklaag en de fysieke laag. Nou, de fysieke laag hebben we nou een beetje afgerond. En we gaan nu over naar de datalinklaag. En nou kun je ook wel zien dat vanuit het OSI-model toch wel handig is dat het in twee lagen opgedeeld is. Andersom kun je zeggen, die netwerk access laag, dat is eigenlijk wel een beetje de praktijk, hoe het werkt. Dus we gaan het hebben over MAC-adres, over switches en over access points. Dat is het laatste stuk. Nou, in eerste plaats, hoe communiceren hosts? Dus we gaan het, dan zie je in ieder geval dat je MAC-adressen nodig hebt. Een MAC-adres is eigenlijk een ingebrand adres in een netwerkkaartje. In theorie, als jouw laptop 3 verschillende netwerkverbindingen kan aangaan, omdat er allerlei adapterskaartjes in zitten, een Ethernet interface, als je die hebt aan de achterkant, dan geldt ook dat voor elke verbinding, dus elk netwerkkaartje, heeft zijn eigen MAC-adres. En die is ook uniek. Dat is heel belangrijk. De fabrikanten, die mogen best, of die moeten zelfs de eerste 6 hexadecimale getallen gebruiken om zichzelf te identificeren. Zeggen, dit is van Cisco of dit is van HP. Dat is een beetje merkafhankelijk. Het tweede gedeelte, dat is hetgene wat het dan weer uniek maakt vanuit het merk gezien. Dus vanuit Cisco bijvoorbeeld, die hebben een aantal vaste beginnummers. Dus die beginnen vaak met C8. Maar daarna moeten ze zelf doornummeren, zodat alles wat vanuit de fabriek van Cisco ergens in China vandaan komt, heeft in ieder geval een uniek MAC-adres. Dat is hun verantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor HP, geldt ook voor andere merken. Want er mag nergens in de wereld een dubbel MAC-adres voorkomen die toevallig verbinding hebt met een ander apparaat. Want we hebben twee dingen nodig om te kunnen communiceren met een apparaat wat bij ons in de buurt zit. Nou, neem bijvoorbeeld, ik heb hier een switch tussen mijn laptop zitten. Nou, dat kan er zijn dat hij via de MAC-adressen communiceert met de switch. Hoeft niet per se. Maar wat wel belangrijk is, als je naar buiten toe wil, heb je een router nodig. Of een modem. Maar in ieder geval, die heeft ook een MAC-adres. Dus als ik communiceer vanuit mijn laptop en ik wil de default gateway hebben, dan heb ik daar het IP-adres van mijn modem nodig. Dus bijvoorbeeld 162.16.254.1. Het volgende hoorcollege gaan we het hebben over IP-adressen verder. Maar nu moet je even onthouden dat het een 32-bits getal is die je dan decimaal uitdrukt. Maar we hebben niet alleen genoeg aan een IP-adres, we hebben ook een MAC-adres nodig. MAC-adres werkt eigenlijk van apparaat naar apparaat. En die gaat eigenlijk op een ander niveau van het OSI-model, door de datalinklaag heen. Terwijl het IP-adres heb je nodig om een internetverbinding mee te maken. Dus dat werkt via de netwerklaag. Dus zonder die twee adressen kunnen apparaten niet met elkaar praten. Dat moet je even proberen vast te houden.
Daarnaast, als we weer terugkijken naar, ja, wat is dan een MAC-adres? Nou, we hebben al gezegd, het is fabrieksafhankelijk en het is uniek. Maar, zoals je ziet, het zijn dus hexadecimale getallen. En als je niet meer weet wat een hexadecimaal getal is, of je hebt er nog nooit van gehoord, zou je toch eens moeten gaan googlen of in module 5 kijken van Cisco cursus ITN. Een hexadecimaal getal werkt eigenlijk van 0 tot en met 15. Want hexa betekent eigenlijk 16 verschillende waardes. Dan heb je 0 is 0 natuurlijk, 1 is 1. Nou, zo num je door tot en met 9. En dan kom je opeens in de problemen van wat moet je nou met 10? Het is geen decimaal getal. Je kunt niet zomaar zeggen, ik doe een 1 ervoor, 1 0 maken van. Dat kan niet, want dat hebben we al bij decimaal gebruikt. Dus wat hebben ze bij hexadecimaal bedacht, hexa? Dan maken we daar de eerste, of daar gebruiken we voor de eerste letter van het alfabet. Dus 10 is A, 11 is B, 12 is C, 13 is D van Dirk, 14 is E van Eduard en als laatste 15 is F. Hé, waarom geen 16? Het is toch 16 mogelijkheden? Ja, 0 deed ook mee, hè? Dan heb je 0 tot met 15. Het zijn 16 mogelijkheden. Omdat je 16 mogelijkheden hebt per karakter, per, ja, noem het maar even getal. Als je dat zou uitdrukken in bitjes, heb je daar 4 bitjes voor nodig. Want je hebt 16 opties. Je kan 4-0 hebben. Je kan 0-0-0, 3 keer 0-1 hebben. Nou, als je dan zo door zou nummeren, dan is het allerhoogste wat je kunt doornummeren met 16 bitjes, is 4 enen. En dat is weer gelijk aan F van hexadecimaal. Nou, mocht dit te snel gaan, kijk nog even rustig naar module 5. Maar MAC-adressen zijn dus gewoon vast. Ik zou bijna vast ingebrand in IC'tjes van de netwerkkaart. Kun je niet veranderen normaal gesproken. Anders zou je aan het hacken zijn. En ze zijn dus altijd uniek. Je kunt er wel eventueel de fabrikant in herkennen. De eerste 6 getallen. Daar kun je de fabrikant in terugvinden. Er is nog één ding wat ik nog niet gezegd heb. Dat is, kan ik ook aan jullie vragen. Hoeveel bitjes is een MAC-adres? Als je dat weer in bitjes uit zou drukken. We hebben dus 1, 2, 3, 4, 5, nou 12 hexadecimale getallen. Elk hexadecimaal getal stond voor 4 bitjes. Dus een MAC-adres is dus 48 bits. 4 keer 12. Nou, dan weten we dat ook. Dan komt er nog een hele kleine vervolgvraag, een beetje filosofisch. Stel nou dat elk apparaat die we communiceren, heeft een MAC-adres nodig op de wereld. Dus ook alle apparaten in China, alle apparaten in India, dat zijn ook de smartphones. Hè. In armere landen hebben ze wel vaak allerlei smartphones, hoeven ze niet per se een laptop te hebben. Maar stel nou dat ook bijvoorbeeld, nou ja, noem maar wat op, een moderne koelkast kan een ethernetkaartje hebben, dus met een MAC-adres. Een koffiezetapparaat, een hond met een chip die anders wegloopt, die kan een MAC-adres hebben. Stel nou dat elke inwoner op de aarde 10 MAC-adressen nodig zou hebben. Over een jaar. Zouden we dan genoeg MAC-adressen kunnen genereren? En ook nog in, ja, even in gedachten houden dat ook heel veel MAC-adressen al gebruikt zijn. Ja, dat zijn apparaten die liggen op de schroop of zijn verdwijnen. Die zijn hun nummer al kwijt. En hoe moeten ze nou ooit weten dat dat nummer opnieuw gebruikt kan worden? Dat zullen ze vast niet doen. Zijn er dan wel genoeg MAC-adressen ter wereld als we per inwoner er 10 voor nodig hebben? Nou, dat kun je checken. Als je zegt van hey, je hebt 48 mogelijkheden, binair gezien, dan kun je 2 tot de macht 48 intypen op je rekenmachine en dan zie je het aantal mogelijkheden. En waarschijnlijk zou je dan tot de conclusie komen dat het voorlopig geen probleem is. Goed.
Nou, hoe ziet dan een Ethernet frame eruit? We praten over de datalinklaag. Die communiceert dus anders dan de fysieke laag. De fysieke laag, dat waren eigenlijk vaak elektrische signaaltjes of radiogolven. Of het waren lichtstraaltjes die door een glasvezelkabel heen gaan. Maar nu kijken we naar de betekenis daarvan. Wat betekent nou zo'n bitstroom als je dat meet? Je krijgt via Ethernet kaartje, krijg je bijvoorbeeld deze frame binnen. Het zijn allemaal 1 en 0. En nu wordt het eigenlijk via een datagram vertaald. En we zien in het begin een primbol, dat wil zeggen even testen wat de snelheid is. Dat hoort eigenlijk nog niet bij de dataframe. Daarna krijg je dus de start of de frame. Nou, dat is wel handig. Dan weet een apparaat die het ontvangt, oh, nu begint hij. Nu moeten we gaan tellen. Er staan bytes, dat wil zeggen 8 bitjes. Hè. En daarna zie je dat daar 6 bytes, en dat klopt wel, 6 keer 8 weer, is destination MAC-adres. 6 keer 8 is hetzelfde natuurlijk als 12 keer 4. Hè. Dus je ziet in een Ethernet frame, gewoon die door de kabel heen gaat, via UTP-kabels, dat er een destination MAC-adres is en een source MAC-adres. Dus als jij dit zendt naar bijvoorbeeld jouw router, dan heb je als destination het MAC-adres van de router en als source je eigen MAC-adres. Dan weet de router ook, als je wat terug moet sturen, dat hij dat weer bij jou moet doen. Dan weet hij jouw MAC-adres. Nou, dan kun je nog denken over types. Nou ja, dat kan IPv4 of IPv6 zijn wat hij vervoert. En dat zit dus in het dataveld. Dus in het dataveld, daar zit vanuit de applicaties en vanuit de netwerklaag, zit daar de informatie. Die je dan eigenlijk wil versturen. Dan heb je daarnaast nog een mogelijkheid om te controleren of je dataveld nog wel juist is en niet corrupt. Dat doe je met een CSE-check. Redundancy check voor mij, cyclic redundancy check is dat. Die kijkt dan naar het aantal 1 en 0'en. Er is een klein berekeningetje meegemaakt. Dus degene die hem zendt, heeft die berekening uitgevoerd. Die heeft die resultaat in de CSE-veld gezet. En degene die het ontvangt, die doet het omgekeerde. Die kijkt ook of hij dat sommetje kan herhalen. En dan moet het resultaat voor CSE hetzelfde zijn. En dan weet hij ook of de data valide is die hij ontvangen heeft. Of het allemaal klopt. Anders zou hij hem eventueel weg kunnen gooien. Is niet betrouwbaar. Nou, je ziet bij wifi ongeveer hetzelfde. Alleen wifi 802.11 zie je dat de frameformaat meerdere MAC-adressen kan hebben. Dat heeft te maken dat er een access point tussen zit. Er zit ook het MAC-adres van de access point bij. De router. Nou, eens even kijken. Source en destination blijft ook hetzelfde, want je kunt ook bij wijze van spreken door de access point heen communiceren zonder dat je met het apparaat zelf wil communiceren. Maar dan hebben we dus 4 soorten adressen nodig in plaats van 2. Dat is eigenlijk het verschil tussen wifi en Ethernet. Nou, heel kort over IP-adres. Ik had al gezegd dat gaan we volgende keer doen. Maar wat je er nu van moet weten is gewoon dat een standaard IPv4 adres 32 bitjes is. Nou, wil je nou weten van kan ik nou met iemand communiceren binnen een LAN zonder dat je een router nodig hebt? Jouw smartphone bijvoorbeeld kan bijvoorbeeld met een applicatie. We gaan ook met ePerf aan de gang. Laat ik straks wel even wat van zien. Kunnen twee apparaten in dezelfde LAN of eventueel een apparaat wat virtueel op jouw laptop zit communiceren met jouw echte besturingssysteem of met jouw smartphone. Het makkelijkste is om naar de eerste getallen te kijken van een IP-adres. Dus in dit geval 172.16. Als de eerste twee getallen hetzelfde zijn, zit je ook als het ware in hetzelfde subnet. Subnet wil zeggen de LAN. En dan kun je ook rechtstreeks met elkaar communiceren. Zonder dat er beperkingen zijn. Zonder dat je ook internet nodig hebt. Goed. En ik zou je nog een tooltje willen meegeven, dat is IP Tools. Nou, die kun je dan installeren op je smartphone. En dan kun je ook alle IP-adressen, ook MAC-adressen, kun je gewoon zien van de apparaten waarmee je communiceert. Je ziet ook met wireless standaarden de features en de snelheid en zo. Dat is een leuk tooltje om gewoon eens de netwerk in beeld te brengen waar je aan vast zit met je smartphone. Nou, ik had al gezegd,
Je hebt altijd twee soorten adressen nodig om te kunnen communiceren met een ander apparaat in dezelfde LAN. Dus in het Local Area Netwerk. En ook als je gaat internetten, dan heb je eigenlijk ook te maken met twee soorten adresseringen. Op de eerste plaats heb je het IP-adres. Nou, laten we toch maar even internet erbij pakken. Stel, jij wilt vanuit de original source wil je gaan internetten naar een final destination, dat is dan een webserver. Dan zie je daar twee routers tussen staan. Dat wil zeggen dat jij een destination IP-adres moet hebben van die webserver. Ja, als jij de original source bent en jij bent PC1, daar zit je achter. Of op of boven, weet ik veel wat. Maar in ieder geval, je zendt een pakketje daar naartoe. Dan moet je in ieder geval de juiste IP-adres hebben van die webserver, anders gebeurt er heel weinig. De routers zorgen voor het juiste pad. Maar je hebt dus ook een MAC-adres nodig. Nou, je kunt niet het MAC-adres uitvinden van die webserver. En het hoeft ook helemaal niet, want de datalinklaag werkt van apparaat naar apparaat. Terwijl IP-adressen werken natuurlijk over het internet. Die kijken naar het grote gedeelte, WAN-gedeelte. En daarvoor maken ze voor jou connectie. Dus als jij dus een MAC-adres invult als destination, welk MAC-adres zou je doen? Wil je naar buiten toe komen, dan heb je het MAC-adres nodig van je router. Als je zelf gaat kijken op je eigen laptop en je gaat bijvoorbeeld met toeltje ARP A intypen, laat ik straks nog even zien, dan kun je ook zien dat je verbinding hebt gehad met die router of modem thuis, hoe je het ook noemen wilt. Stel, jouw pakketje komt veilig aan bij router R1. Nou, wat doet router R1? Die houdt de IP-adressen, jouw source IP-adressen en destination IP-adressen, houdt hij gewoon in stand in de nieuwe frame. Maar hij verandert de MAC-adressen, want het gaat van apparaat naar apparaat. Hij heeft nu als destination MAC-adres, heeft hij router, MAC-adres van router 2 nodig. En als source, dat wordt eigenlijk het MAC-adres van hemzelf, van R1. Dus op die manier komt hij weer een stukje verder. Goed, hier gaan we later nog wel verder over praten, maar probeer die L2, wil zeggen layer 2, in het OSI-model. En L3, zeg maar, dat is layer 3. En dat is dus de netwerklaag. En L2 is dus de datalinklaag en daar werk je met MAC-adressen. Nou, ik hoop dat het een beetje duidelijker is.